Ja, ik ben heel blij natuurlijk. Met twee zetels, dat is natuurlijk... je hoopt erop, maar dat je het ook krijgt, dat is natuurlijk erg mooi. Ja. Stel even dat het nou één was geweest. Wie van jullie tweeën was dan raadslid geworden? De lijsttrekker of de tweede man? Of het was met voorkeurstemmen had het moeten plaatsvinden, maar anders was het gewoon de lijsttrekker geworden, ja. Dus nou word jij raadslid der gemeente Asten. Ja, heel bijzonder. Ja, heel bijzonder. Ben ik van huis uit een politiek dier? Een klein beetje wel een nieuwsjunk. Ik heb bestuurskunde gedaan, ik heb bij de provincie gewerkt, dus ja. Ja? En je commissiewerk gedaan? Nee, helemaal niet. Geen tijd voor gehad. Wij zaten niet in de raad, hè? Men zegt wel eens een opstapje naar het raadlidmaatschap, maar dat had ik niet nodig dan. Ik had het wel nodig gehad, maar het heeft zo moeten zijn en ik ga ervoor. Vind ik het plezierig om langs zo'n oude rot als span te zitten? Zal moeten, hè? Nee, is goed hoor. Denk je dat hij jou nog iets kan leren? Ja, dat weet ik wel zeker, ja.